iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben nu terug op mijn kot en ik zie er niet uit, I know, but I don't care. Ik care wel, maar toch. En ik ben bezig met mijn tafel te installeren met dit ding hier. Er zijn nog te veel wijzen over, dus ik hoop dat het blijft staan. Ja. We zijn hier met Hamoudi en Osnia in de Bell Chicken. Hamoudi is blijkbaar een beetje verlegen geworden. Hij is zonder aan het komen. Nope. Oké, okay, lekker. Dus ja, we gaan nu eten. Hallo iedereen. Ik kom net van de winkel en ook van school en van Bell Chicken, maar dat hebben jullie net al gezien. En ja, ik ben even snel naar de winkel geweest, maar ik moet eigenlijk zo meteen terug, want ik ben iets vergeten. Want straks komt de vriendin en dan gaan we samen koken. Dus ik heb wat dingen gekocht en nu ga ik denk ik even vegen en zo hier op mijn kot, want het is nodig. Oh my god. En mijn mooie bloemetjes water geven. I don't know. Eerlijk, ik weet niet hoe bloemen werken. Snap je? Like, ik denk gewoon, ze hebben dorst, ik geef ze water. Simpel. En ik ga een beetje opruimen. Mijn kot ziet er niet zo erg uit hoor, maar ik ga het toch een beetje opruimen. Daar gaat mijn spiegel. Ik dacht, ik ga hem ophangen. Ja, ik heb geen woorden. Oh my god, dat is gebogen. Wat de... Ja. Waarom dacht ik dat hij blijven hangen? Oh my god. En als het niet beter kon worden, heb ik me net gesneden. Oei, what the fuck. Oh my god, mijn broek. Fuck, nee. Oh my god, de bloed is op mijn broek. Oh my god, ik weet niet of je dat kunnen zien. Oh my god, what the fuck. Check dit. Hoeveel voor een mini sneetje. Ik ga sterven. Hi, ik heb letterlijk net gewoon hier onder een tekst gemaakt op de zon die hier letterlijk op mij schijnt. So I look good. En mijn hand is nu denk ik al wat beter. Oh my god. Ik heb geen pleister, dus ik had het erop gedaan en nu plakt het zo. Ja. Maar bon. Ik ben terug van stad. I have a little story time. Ik was dus in de tram. En er zaten zo drie jongetjes, sukkels, achter mij. Op zo'n vierzet. En ik zat zo met mijn rug naar hun. Weet je, als ik je daarvoor zo, daar zat ik. En opeens waren ze aan het lachen. Oké, dat maakt niet uit. Iedereen mag lachen. Lachen is gezond. Maar die was water aan het drinken, wat ook gezond is. En die guy die drinkt. Die lacht en die spuugt het water in zijn mond zat in mijn nek. Opeens, ik voel hier heel allemaal water, ranzig. Ik draai me om. Ik kijk gewoon vies, want ik denk van, moet je anders kijken? En hun lachen gewoon verder en zo. En ze bieden niet eens excuus aan, maar ik was zo, what the fuck. Dus ik ben gewoon van, ik negeer hun. En ik ben zo tegen meisjes daar zo in de buurt zaten. Ja, hebben jullie zakdoekje? En hun hadden geen zakdoekje, sorry en zo. En ze waren, ja, gaat het, bla bla bla. En waren dan ook tegen de jongens, tegen de jongetjes eigenlijk gewoon, weet ik veel oud ze waren, kleintjes. Een beetje van, ja, dat is echt niet oké en zo, bla bla. En waren zo anderen ook, ja, snap je, mensen waren, ze gaan boeien, snap je, typisch. Maar het is niet erg, het is lief bedoeld, of course. En dan ben ik naar zo een beetje verder gestapt. En dan was er zo'n vrouw. En ze had geen zakdoek, maar ze had wel een handdoek. En heeft dan die handdoek aan mij gegeven. Dan mocht ik die handdoek gebruiken. Dus dan was het weer oké. Maar ik was echt zo, waarom moet dat nu weer gebeuren bij mij? Oh my god. Dus ja, dat was het. Ik heb besloten om een beetje te werken voor school. Dus ik ben bezig voor school. Ik ben echt trots op mezelf. Dus ja, ik ga nu werken. En toen was Makeba er. En hebben we in de tuin lekker gegeten. Nu met Makeba. En we gaan lekker koken. We gaan spaghetti maken. Het vuur staat al aan. En we zijn ready om te beginnen. Het gaat niet zo moeilijk worden, maar ja, chill hè. Makeba is net weg. En ik ga nu mijn afwas doen en gewoon een beetje chillen en zo. Want ik ben wel een beetje moe aan het worden op dit moment. En ja, dus slaap wel.
Goedemorgen iedereen, het is vandaag woensdag. Ik kom net uit de douche. Ik heb net een fitje aangetrokken. Ik ga zo meteen aan sporten. Kan je zo ontbijten, of course. En ja, ik heb echt een rare droom, by the way. Ik heb gedroomd over dat ik in een ziekenhuis werkte. I don't know why, want ik ga niet in een ziekenhuis werken. Dus ja, maar blijkbaar is dat een onderliggende droom van mij. Ik ben terug op mijn kot, ja, al even, en ik ga nu een beetje werken voor school en dan straks ga ik ook nog gaan dansen. Oké, ik heb het net opgegeven, werken voor school. Het hoort hem niet. Nee, maar maakt niet uit. Ik ga nu gewoon chillen. Ik ga nu naar de dansles, dus ja, ik ga met de fiets, super gezellig. Zin in, yay! Ik ben terug van dansen. Ik ben echt moe. Ja, ik ben echt wojo. Damn, het was echt kei leuk hoor, maar oh my god. En ja, zometeen komt er iemand. Ik heb met iemand afgesproken, dus we're going to chill. Gezellig. En ja. Yeah. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag, ja. Donderdag, ja. Dus de volgende dag. Ik ga nu lekker even ontbijten. En dan ga ik gaan sporten. En dan straks komt ook nog Noah. Dus ja. Ik ben nu met Noah. We zijn net om een broodje geweest voor Noah. Want like, ja, ik had geen eten. Dus we gaan nu middag eten. Het duurt echt kei lang. Want er waren te veel mensen. Omdat de middagpauze was voor de middelbare scholiertjes. En hier is letterlijk middelbare school. Dus ja, gezellig. Dus ja, nu gaan we eten. Smakelijk. Al ben ik het zelf. Hallo iedereen, ik ben al terug van sporten en ik heb me net even verfrist. Ik heb een nieuwe outfit en Noah en ik gaan nu samen naar de stad om iets aan te eten. We gaan pokeball eten, dus ik heb er zin in. Let's go! We zijn nu op grasleer. Ik heb pokeball en Noah heeft bokken. Smakelijk! We zijn nu terug bij kot en zometeen komt nog een vriendin van ons even langs, want ze zit ook niet zo ver hier op kot van ons, dus ja, gezellig. Woo! Ready! Goedemorgen allemaal, het is vandaag de volgende dag, we zeggen als de volgende dag, maar ja, jullie snappen het. Noah is al een tijdje weg, ik heb me al terwijl gedoucht, ik ga meteen iets ontbijten, ik ga denk croissantjes maken, lekker. En dan straks ga ik nog iets gaan drinken, dus gezellig, let's go. Net croissantjes gemaakt, ik hoop dat ze lekker zijn, denk het wel. Ik heb het in de airfryer gedaan, so I think it's gonna be good. Ik heb eigenlijk nog nooit zo dat gedaan, dus ik weet niet zeker, maar ik probeer positief te blijven. Smakelijk. Hallo iedereen, ik ben nu op school. Ik moet niet eens op school zijn, maar ik kom hier speciaal voor Mayel, voor een vest te komen brengen, omdat ze... Ik weet niet, denk morgen of zo een shoot heeft en zo mijn vestje lenen. Dus ik ben speciaal voor haar naar hier gekomen. Alsjeblieft, Annaël. Maar nu moet ik nog wachten, want ze is denk ik nog in de les. Ik heb haar gestuurd, maar ze heeft nog niet antwoord. Dus. Hey, ik ben net iets aan het drinken met iemand en ik ben nu al terug op mijn kot. Ik heb zo van die, ik weet niet hoe dat noemt, weet al, deze. Zo mijn mozzarella gemaakt en ik ga er een beetje olijfolie op doen. Dus ja, ik wil eerst tomaatjes gebruiken, maar ik heb blijkbaar toch geen tomaatjes gekocht. Ik was vergeten. Maar ja, maakt niet uit, het zou ook wel zo lekker zijn. Hallo allemaal, ik ben op mijn werk. Gisteren is in de avond mijn mama mij komen halen van mijn kot. En ja, nu moet ik gewoon de hele dag werken. Dat is nothing special. En vanavond ga ik weer normaal terug naar mijn kot. Want ik moet morgen ook werken, maar dan ergens anders. Maar ik moet zo in Gent afspreken bij mijn werk om dan door te rijden naar de locatie. Dus ja, dan is het makkelijker om met hen te blijven. Dus
So yeah, vind je dat leuk? Let's go. Hallo iedereen, ik ben terug op mijn kot. Ik moest vandaag ook werken zoals ik gisteren had gezegd. Was gewoon chill, was gewoon mijn schittertattoos te zetten. Ik zal eentje tonen. Wacht even, hè. Ik heb dat een beetje bij mezelf aan, want het was niet zo druk. Dus ja, chill. En ja, dat was het eigenlijk voor deze week. En ik ben nu mijn video aan het editen. En maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze video. En ik zou zeggen, like, subscribe en ciao.